Oefentoets, hoofdstuk 5, elektriciteit, tweede klas. 1a, noem 3 geleiders. 1b, noem 3 isolatoren. 2a, leg uit welke meter hieronder staat afgebeeld. Het gaat om deze meter. 2b, leg uit of het iets uitmaakt of de meter voor of achter het lampje staat. 3. Neem over en reken om. 4. Leg uit waarom je op het grootste bereik moet beginnen als je start met het meten van de stroomsterkte. En B. Leg uit welke waarde de linkermeter, meter 1, aangeeft en welke de rechtermeter, meter 2. 5. Welk soort lampje zit hierin? En bij B teken het symbool hiervan. 6. Elke batterij hieronder levert een spanning van 1,5 volt. De vraag is, hoe groot is de spanning tussen de uiteindes als je die gaat meten? B. Met welke meter kun je die spanning meten? En C. Hoe schakel je deze meter? 7. Hoe groot is de netspanning in Nederland? Bij B, leg uit wat de functie van de adapter is. 8. Hier zie je 5 symbolen. Nummer ze 1 tot en met 5 en noteer de betekenis van het symbool. 9. Teken het schakelschema van onderstaande situatie. Met de meter erbij. 9b. Hoe groot is de spanning over 1 lampje als de batterij 4,5 volt levert en de lampjes allemaal identiek zijn qua vermogen? 10. Op plek 5 vloeit 4 ampère, op plek 2 1 ampère, op plek 4 2 ampère. Hoe groot is de stroomsterkte op plek 1? Vraag A. B. Hoe groot is de stroomsterkte op plek 3? En C, als de spanning over het bovenste lampje 2 volt is, hoe groot is de spanning dan over het onderste lampje? 11. Door lampje 1 vloeit 30 mA, door lampje 2 10 mA. Hoe groot is de stroomsterkte door lampje 3? B, welke lamp of lampen gaan uit als je lampje 1 losdraait? En C, leg uit welke lamp of lampjes het felst branden. 12. Bereken het vermogen van een radio waarop staat 230 V 0,1A. 13. Bereken het vermogen van een spaarlamp waar 50 mA doorheen vloeit. 14. Bereken hoe lang een lamp kan branden als er 20 mA vloeit en de accu waarop deze brand een capaciteit van 2000 mAh heeft.